Op lekkerensimpel.com vind je elke dag nieuwe, lekkere en ook simpele recepten. Van pasta tot salade en van hartige taart tot smoothie. En nu staat er ook een oliebollencake recept op die website. Een prachtig recept natuurlijk om het jaar mee af te sluiten. Want deze hele week besteden we aandacht aan dat onderwerp afsluiting, nu we richting oud en nieuw hollen. Jorrit van Dalen, Bizan de Samorie en Sophie Janou uit Lelystad zijn het brein achter deze recepten. Ze bedenken en ontwikkelen allemaal deze recepten ook in hun eigen keuken. Goedemiddag Jorrit en Sophie. Hallo. Jullie hebben een website die veel bezocht wordt. Jullie hebben veel volgers op Instagram, een foodblog. Jullie hebben ook kookboeken geschreven. En op de een of andere manier vindt het veel aftrek. Hoe komt het dat jullie zo populair zijn? Ja, dat is, die vraag stellen we onszelf ook nog wel eens. Maar ik denk dat het vooral aanspreekt dat het gewoon lekker makkelijk en toegankelijk is. We gebruiken gewoon de ingrediënten uit de supermarkt. En verder geen gekke dingen waarvoor je het hele land af moet reizen. En het is vaak gewoon snel klaar. Dus het is wel vooral lekker makkelijk voor door de week ook. Dus ja, ik denk dat dat lekker aanspreekt. Ja, dat merken jullie ook uit de reacties. Dat mensen gewoon na het werk snel wat willen maken. En dan inderdaad even bij jullie kijken wat ze dan op tafel kunnen zetten. Ja, zeker. Ja, 's avonds krijgen we heel veel foto's doorgestuurd op Instagram. Van wat iedereen aan het eten is. En dan vinden ze dat leuk om met ons te delen. Dus ja, dat vinden wij ook altijd super leuk om te zien. Dus zeker dat mensen het na het werken inderdaad nog maken. En jullie horen nooit klachten van nou, wat jullie nu gedaan hebben, dat klopt niet. Het recept klopt niet. Ik kom er niet uit of het wordt helemaal niks. Of krijgen jullie wel? Ja, dat is ook wel eens. We vergeten ook wel eens een ingrediëntje bijvoorbeeld in de ingrediëntenlijst. En dan staat iemand in de keuken en dan in de bereidingswijze staat, we doen nu het ei erbij. Maar ik heb helemaal geen eieren gekocht, want stond ik in de ingrediëntenlijst. Ja, dan moeten jullie natuurlijk nog snel het recept aanpassen. Zeg, we willen het even gaan hebben natuurlijk over de oliebollencake. Want over 2 dagen is het oud jaar. Nou, oliebollen die kennen we allemaal. Maar de oliebollencake was toch weer nieuw voor ons. Hoe kwamen jullie op het idee? Nou, het is een beetje traditie binnen mijn familie dat mijn opa eigenlijk altijd met de oudjaarsdag oliebollen bakte. Dat heeft hij ook, zolang ik me kan herinneren, gedaan. Tot het niet meer ging, zeg maar. En toen dacht ik, nou, ik ga het stokje overnemen. Maar we hadden helemaal geen frituurpan in huis. En om nou met zo'n pan olie in huis te gaan zitten bakken, leek me ook niks. Dus toen dachten we, ja, we moeten het eigenlijk in de oven gaan doen. Dus hoe gaan we dat oplossen? En toen kwam de oliebollencake. Ja, dit is een alternatief zonder de luchtjes in huis, zou ik maar zeggen. Ja, ja, precies. Ja, zonder de frituur. Ja. Nou, met lekkere luchtjes dan, denk ik. Want cake, dat is over het algemeen erg lekker. Mijn moeder maakte ze vroeger ook altijd. En dan rook het hele huis heerlijk. Maar jullie hebben dus geen recept voor gewone oliebollen dan, waarschijnlijk. In alle boeken die jullie hebben geschreven en online. Ja, 2 jaar geleden heb ik een frituurpan gekocht. Om in de tuin dan de oliebollen te gaan bakken. Op de traditionele manier, zeg maar. Dus dat doen we inmiddels ook, Maar goed, onthul het geheim maar. Ja. Hoe maak je dan de oliebollencake? Stop je er, maar je hoeft dus niet oliebollen te bakken en die erin te stoppen. Nee, eigenlijk maak je dus gewoon een mix voor oliebollen. Maar wij voegen er dan zelf nog appel aan toe en rozijntjes. Maar dat doe je bij gewoon oliebollen vaak ook. En dan doe je het in een cakevorm en dan gaat het de oven in. Eigenlijk is dat het idee. Poedersuiker erover. En nu kan je het helemaal simpel maken door ook nog gewoon een pak oliebollenmix te kopen. Dan is het helemaal lekker simpel. Of je kan natuurlijk gewoon het beslag wel helemaal zelf maken. Ja. Dat kan ook. Ja. Want een beetje kenmerkend van de oliebollen is natuurlijk ook dat je die gist een beetje proeft. Hè? Krijg je dat nou bij jullie cake ook? Ja, het is wel een iets minder uitgesproken oliebollensmaak. Maar het is wel toch ook wel... Je herkent zeker wel een oliebol erin terug. Maar ja, het is vooral ook wat minder heftig. Dus je kan er makkelijk 2-3 vlakken op dan 4-5 oliebollen achter elkaar. Ja. 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 Ik ben een beetje verbaasd dat jullie zeggen dat je pak oliebollenmix daarvoor kan gebruiken. Want is dat hetzelfde als cake mix in principe? Nee, het is wel wat anders. Maar vooral de oliebollenmix waar ook een ei in gaat, die zijn super geschikt om te gebruiken. Je moet het wel laten rijzen ook nog, want bij de cake doe je dat bijvoorbeeld natuurlijk niet. Dus het is wel gewoon, het is wel wat anders dan een cake, dan een gewone cake. Ja, maar moet je er ook meer voor kunnen dan gewoon een gewone cake bakken? Dat kan eigenlijk iedereen, als je even een goed recept hebt. Maar is het ingewikkelder dan dat? Nee, dit kan ook iedereen. Kan ook iedereen. Laatst wel op Instagram dat bij niet iedereen lukt het, maar eigenlijk bij 9 van de 10 wel. Maar dan heel af en toe hoor je van iemand, die voor mij is niet gelukt. Wat kan er nog misgaan dan?
Ja, dat vragen we ons dan ook af. En dan zeggen ze van, ja, hij is gewoon niet gaar geworden. Dan denk ik, ja, dan laat je hem iets langer staan. Misschien dat helpt. Ja, per oven kan het natuurlijk ook verschillen. De 180 van de een is niet de 180 van de ander qua graden natuurlijk. Ja. Hebben jullie nog meer dingen om met oudejaar bijvoorbeeld? Ik noem maar wat, er zijn nog meer van die tradities. Nieuwjaarsrolletjes, hebben jullie daar ook een recept voor? Of is dat iets voor volgend jaar? Nou, dus ik breng dat op ideeën. Nee, die hebben we nog niet. Nee, de appelbeignets natuurlijk. Die zijn ook altijd populair rond de jaarwisseling. Dat zien we nu al. Iedereen is er al naar op aan het zoeken, zeg maar. En, wij zijn eigenlijk altijd wel van de bladerdeeghapjes, hè. Die met knakworst, weet ik het, hete kip doen we nu ook tegenwoordig, hè. De worstenbroodjes, Een beetje de hartige hapjes, ja. En wat is nou de beste tijd om die oliebollencake te bakken? Wanneer is je op zijn lekkerst op oudjaar? Moet je hem dan nu al maken? Nou, ik zou hem dezelfde dag dus maken. Dus warm uit de oven, een klein beetje laten afkoelen, de poedersuiker erover, dan is hij echt wat. Zo vers mogelijk. Ja. Zo vers mogelijk. Dan weten wij wat we te doen hebben, Jeroen, vrijdagavond na ons werk. Maar het is wel ontzettend leuk. Hebben jullie, halen jullie je ideeën alleen uit jezelf of ook uit het buitenland bijvoorbeeld? Of hoe kom jij aan al die ideeën die je hebt? Is dat pure creativiteit of? Ja, een beetje van alles. Hè. Soms krijgen we een tip van familie of van vrienden. Soms zien we iets op televisie. Komen we iets. Vakantie, hebben we ook wel ideeën opgedaan. Met het seizoen gaan we natuurlijk ook gewoon mee. Dus dan kijken we ook, het is weer winter. Nou, dan gaan we weer naar de stoofgerechten. Het komt eigenlijk al zo vandaan. Ja, soms graaien we ook een beetje in ons eigen bestand. En dan zien we, we hebben ooit eens zo'n lasagne gemaakt. Laten we eens dat er anders aan doen. En dan is het weer een nieuw recept. Soms is de inspiratie ook wel een beetje op. Dus dan moeten we een klein beetje creatief zijn met wat we al hebben gedaan, zeg maar. Ja. Nou, leuk. We gaan op naar de oliebollencake in ieder geval. Eten jullie er met z'n tweeën eentje op? Nog twee kinderen, dus. Oh, dat helpt. Ja, het is denk ik iets gezonder dan een oliebol uit het vet, of niet? Ja, het is wel iets beter. Ja. Ietsje. We smeren hem nog in met olie, maar dat doen wij zelf niet. Nee, dan wordt hij nog iets bruiner. Ja. Dus dat kan. Goed, we hebben al gehoord hoe we de cake moeten maken. Je kunt het nog even terugvinden natuurlijk als je hem zelf wil uitproberen op onze gemistpagina. Of kijk even op www.lekkerensimpel.com/oliebollencake. Jorrit en Sophie, heel erg bedankt.